Ik daag jou uit. Like de video sneller dan dat ik premium ben. Oh ja. Ik ben al premium. En vandaag wil ik testen of... Het is een mooie dag! Hey Bob, wat ben je aan het doen? We gaan toch een premium lifehack testen? Je hebt het nu al verklapt. Ik dacht dat ik het mocht zeggen. Maar inderdaad, vandaag wil ik kijken of wij iemand die niet premium is, Bob... Maar ik ben wel blij! Maar die wel blij is, gebruik kan maken van premium als die een vriend heeft die premium is. Dat ben ik. Mag ik je haar eten? Nee Bob, als Bob namelijk probeert om een premium auto te spannen, dan werkt dat niet. Misschien moet ik Roblox verwijderen. Nee Bob, maar wat nou als ik gebruik maak van mijn premium? Met deze Lamborghini bijvoorbeeld. En ik zal hem speciaal voor Bob even geel maken. Hé, kijk! Een banaan op wielen! Nee, Bob. Dat is een Lamborghini. Maar kan Bob er dan in? Oké, er is maar één manier om daarachter te komen. Oh, nee. Hij kan er niet in. Bob, ik weet dat je enthousiast bent. Wil je het nog een keer proberen? Kom op, Bob. Je kan het. Ga de Lamborghini in. Zit hij erin? Ah, het werkt dus gewoon niet. Bob, het spijt me. Je bent geen premium. Want ik ben een luchtballon. Nee, dat ben je ook niet. Je bent een mens. Wacht, misschien werkt deze gewoon niet. Jawel, hij werkt wel. Oké, kan hij naast me zitten als hij geen premium is? Oké, Bob, probeer maar naast me. Ja, dat kan. Er moet toch een manier zijn om premium te kunnen delen met andere spelers. We maken de Lamborghini sneller. En weet je wat we dan gaan doen? Dan gaan we uit de stad. Er zijn namelijk regels in Brookhaven. Maar die regels gelden natuurlijk niet buiten Brookhaven. En daar zijn we nu. Oké, weet je misschien dat de Lamborghini niet werkt? Omdat hij gewoon te nieuw is. Dus de Lamborghini doen we weg. En dan spannen we de raceauto. Kan Bob daar wel in? Het ziet er echt naar uit dat het wel werkt. Bob, dat is mijn auto. 2 minuten later. Bob, je zat 15 seconden in die auto. Ik zag een vliegtuig. Je bent veel te snel afgeleid. Oh ja, trouwens. Je hebt geen premium meer nodig voor een auto waar je een tijdje geleden wel premium voor nodig had. Want sinds de Lamborghini is toegevoegd, je kunt zien dat die premium is door het sterretje, is de auto ervoor, deze hier, niet meer premium. En dat was die hiervoor wel. Bob, zou jij deze auto willen spannen? Met of zonder wielen? Met wielen natuurlijk. Hoe wil je anders rijden? Kijk, let op. En ja, kijk, deze is dus niet meer premium. Oké, Bob, ik wil je even meenemen als je dat goed vindt. Want ik wil namelijk kijken of het ook bij een huis werkt. Bob, waarom voelt mijn nek zo warm? Ik moet al de hele tijd naar de wc. Bob! Wow. Emojis? Sorry, ik raak ook snel afgeleid. Ah, nee. Ik wilde eigenlijk op dit eiland een premium huis kiezen. Om te kijken of Bob er dan als niet-premium speler in kan wonen. Maar iemand anders heeft al een huis gekozen. Er zijn wel mensen die mij in de reacties hebben laten weten dat ik hier een belangrijk geheim heb misgelopen. Oh. Iemand was me voor. Maar dit is wel perfect. Er zijn namelijk mensen die mij vertelden dat als je hier helemaal naar boven zwemt, dat je dan afgaat als je het plafond aanraakt. Laten we dat proberen. Wacht, wat? Misschien omdat je vast zit? Nou, weet je wat? Dan kiezen we hier een huis. En dan gaan we dus voor een premium huis. Nou, Bob die is er ook weer bij. Bob, pas op, dat is water. Ik heb een natte onderbroek. Dat bedoel ik. Bob, oh, momentje hoor. Ben ik de enige die hier een taco ziet liggen? Ik neem hem wel mee. Maar het is dus mogelijk om een premium huis te hebben zonder dat je zelf premium hebt. Want volgens mij kan ik Bob een roommate maken van dit premium huis. Roommate. Ik heb zojuist iemand geband. Sorry. Bob, kun je eens kijken of dit nu werkt? Kan jij nu hetzelfde met dit huis als wat ik kan? Even testen. Oké. Bob, wat ben je precies aan het doen? Wacht, je hebt toch niet op dat knopje gedrukt, hè? Bob, serieus? We hebben dit huis net een minuut. 30 seconden om precies te zijn. Maar het werkt dus. Er zijn trouwens mensen die denken dat er binnenkort ook premium items toegevoegd gaan worden. Welk item zou jij dan premium willen zien? Laat het weten. Oh my gosh. Deze motor rijdt uit zichzelf. Dat is niet waar. Reageer hier beneden als jij weet hoe dit zit. Bob heeft me net gebeld. Het verbaast me dat hij weet hoe een telefoon werkt. En hij zegt dat ik naar de spawn moet komen. Vandaag was Bob zijn eerste werkdag. Dus ik ben best wel benieuwd wat ik bij de spawn te doen heb. Maar goed, één manier om daarachter te komen. Ik ben altijd een beetje bang als Bob me wil verrassen. Maar misschien moet ik hem gewoon een eerlijke kans geven. Bob, wat is hier aan de hand? Waarom liggen hier 100 pizza's? Deze heb ik hier allemaal bezorgd voor de spelers die spawnen. Dat is aardig. Dus elke speler die nu spawnt kan gelijk een pizza eten. Wow, dat zal wel duur zijn geweest. Dan heb je net werk en dan geef je al je geld hier aan uit. Nee joh, ik heb gewoon even in jouw kluis gekeken. Er lagen wat Robux in. Bob, nou ja, weet je, ik hou van pizza. Vooruit dan. Welk eten moeten we de volgende keer bij de spawn neerleggen? Reageer het hier beneden. Ik wil vandaag spelers laten schrikken. Dus we cijferen hier gewoon eng. Oh my god. Ja, het is eigenlijk gewoon een papiertje. Maar gaat het werken? Dan gaan we eerst even kijken. Hier hebben we een huis. Oké, daar gaan we. Bacon Air. Wow. Wat een lelijke tekening. Oké. Oeh, dan hebben we dit huis. En de deur staat open, maar niet open genoeg. Tenminste, misschien als ik kleiner ben. Oh, daar heb je hem weer. Kan ik er nu tussendoor? Ik denk het wel. Kom op. Deze speler probeert met een hamer binnen te komen. Sommige mensen zeggen dat je hiermee naar binnen kan. Wacht, wat gebeurt er nou? Oh, wacht. Deze speler, die neemt mij mee. Oh, we gaan in de auto. Ik ben een beetje zenuwachtig. Er zit een baby achter het stuur. Dit zijn alle gamepassen in Brookhaven. Van gezichten tot disasters, auto's, premium, muziek, alles. En ik heb ze allemaal al. Dus ik hoop dat Brookhaven
Kevin binnenkort iets nieuws toevoegt. Oké, we zijn aangekomen bij dit huis. Sinds wanneer heeft een baby het grootste huis in Brookhaven? Ik ben wel echt benieuwd. Wat is deze speler van plan? Gaat hij me bannen? Oh, wat? Ben je echt serieus? Is dit zo leuk? Oh, wat moet je dat zien? Oh, dat is zo schattig. Maar er zijn dus mensen die zeggen dat je met deze boodschappentas ergens naar binnen kan. Oké, laten we dat uittesten. Stel voor, ik wil hier naar binnen. Dan pak ik hem er de hele tijd bij. Nou, dan werkt het blijkbaar toch niet. Oh, wat? Waar is mijn gezicht? Oh, dat meen je niet. Heb ik nou gewoon mijn gezicht weggeglitcht? Is dat waarom jullie het reageerden? Kom op nou. Oh nee, ouch. Ouch, ik zie niks, dus ik stoot mijn hoofd. Ja, gelukkig is het heel makkelijk om mijn gezicht weer terug te krijgen. Er is trouwens een groot nadeel wanneer het sneeuwt in Brookhaven. Zo kun je namelijk niet zien waar het zwembad is. Gelukkig weet je het een beetje door de duikplank. Maar stel voor je ziet de duikplank niet, dan val je er zo in. Er zijn trouwens mensen die zeggen dat er een geheime kamer bij het hotel is. Er is inderdaad wel een plek waar ik eigenlijk nooit kom. En dat is hier zo. Oh, er is helemaal niks. Oh my gosh. Oké, dat is serieus heel erg eng. Iemand heeft zijn auto fout geparkeerd. Er is maar één manier om daarmee om te gaan. Wat als we dat met een limousine doen? Want die is een heel stuk langer. Oh, waar is die nou? Oh, wacht, wat? Hij is nog perfect geparkeerd ook. De kracht van de kikker. Maar nu ben ik benieuwd. Dit is het één na laatste huis wat is toegevoegd. Met natuurlijk deze geheime ruimte als je naar beneden gaat. Blijft toch wel heel... Oeh, ziet er eng uit. Blijft toch wel heel gaaf. En dan is dit dus het nieuwe huis. En ik wil graag van jullie horen. Dat huis of dit huis? Welke is beter? En wat is het volgende huis wat toegevoegd moet worden? Ik blijf erbij. Een huis wat in de lucht zweeft. Zoals een luchtballon? Ja, zoiets. Of een scheetje? Nee. Oh my gosh, wacht, wat? Hebben we nou gewoon een soort drieling gevonden? Er is trouwens al heel lang iets wat ik wil doen. En eigenlijk slaat het nergens op. Maar dat zorgt er juist voor dat ik het liever wil. Ik wil heel graag naar binnen. In de bank. Om daar een bank te plaatsen. En wat ik dan eigenlijk nog liever wil, is naar Club Brooks om daar de bank te pakken. Zodat ik in de bank op een bank kan zitten met een bank vast. Sorry, ik ben echt heel flauw. Maar het is wel waar. Wacht, wat is hier nou weer aan de hand? Een paard wat aan het voetballen is met een auto? Oeh, deze speler gaat waarschijnlijk dit huis kiezen. Oké, wie van deze twee spelers gaat het mooiste huis kiezen? Het duurt een beetje lang. Geen van beiden is mijn antwoord. Hé, kijk. Hier heeft iemand het laboratoriumhuis weer gekozen. Kunnen we naar binnen? Ja. Er zijn mensen die zeggen dat ik hier heel veel geheimen ben misgelopen. Dus wat ik eigenlijk wil doen, is daar even de tijd voor nemen. Wat namelijk best wel raar is. Je hebt hier een deur. Dan heb je hier een deur. Maar dan heb je hier ineens een lege muur. Terwijl daar verderop ook weer een deur zit. Je zou kunnen zeggen dat dit dus ook een deur is. Eentje die je gewoon niet helemaal kunt zien. Oké, dat was overduidelijk geen deur. Maar we geven niet op. Kijk, want we weten dus in ieder geval dat we hier langs kunnen. Wacht even, ik ben al die tijd naar voren gelopen. Wat als we nou deze kant op gaan? Dat is een hele goeie. Alsjeblieft, geef mij iets wat ik nog nooit eerder heb gezien. Dit heb ik vaker gezien. Uit de map heet het. Oh my gosh, we zien hier een speler die probeert naar binnen te gaan. En volgens mij is het hem gelukt. Hup, kom op, kom op. Ja, wij zijn ook binnen. Maar wat gaat deze speler doen? Is die naar beneden? Oh kijk, daar hebben we hem. Hij heeft een banhamer. Wat is deze speler van plan? Wacht eens even, is dit niet het huis waarbij de kluis hierachter zit? Ja, volgens mij wel. Momentje, ik ga het even checken. Ja, alleen het is hem niet gelukt om hem te openen. En mij wel. Lekker puh. Abonneer voor meer en adios.